Wat leuk dat je er weer bent. Ik ben Regina en dit is vlog nummer 5, dacht ik. Ja, 5. Waarin ik jullie meeneem in mijn wereldje van het handwerken. Ik brei, haak, af en toe spin ik, borduur ik. En ja, vandaag... heb ik jullie wat breiprojectjes laten zien, wat haakprojectjes. En even kijken, wat boeken die ik de afgelopen tijd heb aangeschaft. En ik wil jullie nog wat wol van mij laten zien. Dus nou, laten we beginnen met de projecten die, waar ik mee bezig ben. En ik ben bezig... met een heel leuk haakproject. En dit is de rechte driehoeksjaal. De rechte driehoeksjaal van Itsisella. En ik denk dat dit de beste foto is. Hier zie je dat ze hem om heeft. Het zijn verschillende driehoeken die je dan los van elkaar haak en die dan aan elkaar zet. En dan heb je een grote rechte driehoeksjaal. En ik ben één driehoek. De laatste keer dat jullie het hebben gezien, dat ik het jullie heb laten zien, was ik bezig met mijn allereerste driehoek. En die is nu af. Kijken of ik het goed kan laten zien zo. Even zo. Het enige wat ik dan nog moet doen zijn alle draadjes wegwerken. Maar dit zijn alle kleurtjes. Oh. Ah, hij is fantastisch. Echt, echt heel mooi. En hier, je begint natuurlijk hier. Dit zijn mijn eerste steken en dan ja, ga je in het driehoekje ga je zo verder. Tot je een zoveel aantal toeren hebt. In het patroon stonden minder toeren, maar ik wil hem iets groter hebben. Dus ik heb er wat toeren extra aangemaakt. En ik ben bezig met mijn... tweede driehoek. Daar heb ik een aantal toertjes van gemaakt. Of aangemaakt. En die ziet er nu zo uit. Super mooie kleuren. Ik brei hem op een 3 mm. Van Django. En ik vind hem heerlijk. Ik heb verschillende soorten haaknaalden. Tulip. Ik heb... hoe heet die andere ook alweer? Ja, het is in ieder geval nog een wat bekendere. En ik had zoiets van, ik ga deze eens proberen. En ja, hij bevalt heel goed. Hij ligt fijn in de hand. Hij is lekker plat. Ik vind hem echt, echt top. Lekkere grip. En ik heb allemaal restjes. En die zitten allemaal in dit mandje van Sun Jelly. Superleuk. En daar zitten dus allerlei verschillende kleuren bolletjes in. Superleuk. Wat een beetje bij elkaar past. Dus ja, ik kan er wel even vooruit met deze... En ik in het patroon, even kijken. Het patroon geeft die aan. Dan geven ze niks aan.
Ja, en haak een tweede en een derde granny. En dus, en ik denk dat ik er 4 ga maken. Maar goed, dat weet ik niet. Ik heb natuurlijk ook al iets groter gemaakt. En dan wordt die al wat breder en wat, ja, wat hoger. Dus ik denk dat ik gewoon even kijk als ik er 3 af heb, hoe dat er dan uitziet. Maar superleuk en heel leuk patroon. Lekker makkelijk ook. En mijn volgende projectje. Ik heb nu, dit was mijn haakproject. En ik heb nu nog 3 breiprojectjes. Waarvan 2 sokken en 1 sjaal. Oh, sorry. En deze sjaal hebben jullie pas gezien. Daar heb ik niet heel veel aan gedaan. Dit is ook wol van Molly van haar Homespun House. Met een heel leuk steekmarkeertje. Echt super schattig. Ja, en de afgelopen keer was ik hier. Dus ik heb een heel klein stukje gebreid. En ik ben nu bezig met dit bolletje. Super mooi. Mooi roze met wat oranje speppels. Echt heel mooi. Dus, dit wil ik eventjes laten zien. Was misschien niet echt de moeite om te laten zien. Maar ik vond het toch wel heel leuk. En mijn volgende breiproject. Dat zijn dan ook sokken. En daar ben ik ook nog niet heel ver mee. Dat is een heel mooi wolletje. Ik ben nu bij de hiel, dus ik heb hem op een lange kabel gezet. Omdat met een korte kabel ja, is het gewoon lastig om de hiel daarmee te breien. En volgens mij kan dat ook helemaal niet. Dus ja, ik heb hem hier nou op zitten en ik kan lekker de hiel rollen. Nieuw gaan breien. Ik plaats markeerders, zodat ik niet elke keer hoef te tellen. Heb ik ook bij It's a Sarah gezien. En de boord doe ik nu weer een keertje 3 bij 1. Maar ik denk niet dat ik dat vaker ga doen. Want hij loopt zo. Hij loopt hier alweer gelijk recht. Zoals jullie kunnen zien. Kijk, dit is gewoon zo'n rechte sok. En bij die andere is natuurlijk dat het een beetje zo zit. En dat die dan, dat vind ik eigenlijk mooier. Het ziet er net wat mooier uit, vind ik. Maar goed, iets anders is ook wel weer een keer leuk. Ik zet hier, even kijken, 48 steken, dus 24-24. En dit is een decaywol van mezelf, die ik zelf heb geverfd. Ik zal het kleurtje even goed laten zien. Een mooie lichtroze. Met licht paars en iets donkerroze doorheen. En de contrasterende kleur is een beetje paarsig roze. Heel mooi. Lekker zacht. Het is 75% merino en 25% nylon. Dus heeft lekker de stevigheid voor de sokken. En zo ziet hij eruit in een string. Heel gaaf, heel mooi. Heel blij mee. En er staan er nog 2 staan er nu nog in de shop. Dus hij is best hard gegaan. En ja, nog 2 dus. Dus als je het leuk vindt, kun je die bestellen. En ook van die mooie sokken breien. En mijn laatste project is weer een sjaal. Die ik brei op de 3 mm van Chowku. En dit is de 120 cm lange kabel. En dit is hem tot nu toe. Ik heb aardig wat eraan gebreid. Zoals jullie kunnen zien. Dit was de laatste keer. Dus hij is lekker opgeschoten. Even spannen. Zo. En dit is de Grain Shawl. En het is ook een heel makkelijk patroon. Ik heb eigenlijk, moet ik zeggen, alleen maar wat makkelijkere patronen momenteel. Wel, 1 shawl niet, dat met een kabel. Maar de rest is eigenlijk gewoon een beetje, ja, lekker relaxed.
lekker rustig aan, lekker veel toertjes kunnen breien of haken. De sjaals heb ik, er zit natuurlijk wel een patroontje in, maar dit is bijvoorbeeld alleen maar recht breien. En dan wat, hoe zeg je dat? Overslagen. Dus dat is dan ook gewoon heel makkelijk. Maar wel heel mooi. En de rechte driehoeksjaal waar ik mee bezig ben, is natuurlijk lekker granny's haken. Dat is natuurlijk ook super. En dat kan je ook gewoon lekker doen. En de sokken, dan heb ik natuurlijk wel deze, waar iets patroontje in zit. Maar dat is natuurlijk overhalen. En dat is dan, is natuurlijk ook gewoon heel makkelijk. En deze is natuurlijk de gewone. En waarom ik voor makkelijke projectjes kies momenteel, is omdat ik een heel lief klein jongetje van 3 heb rondlopen. En ik vind het fijn om, als we gespeeld hebben samen, of we zijn lekker naar buiten geweest, of wat dan ook, dat hij ook leert om zelf te spelen en dat ik dan gewoon ook lekker bezig ben. Of hij is lekker aan het kleuren of kleien of iets. Dat ik dan naast hem ga zitten en dan lekker ga handwerken. Of zoals buiten. De dagen zijn natuurlijk super lekker geweest. En nu nog. En het wordt alleen maar beter. Hè? En dan is het gewoon heerlijk als hij lekker buiten aan het spelen is. Dat ik dan gewoon een lekker werkje heb. Wat ik dan gewoon ook snel kan neerleggen. Moet ik even naar hem toe? Of dan kan ik gewoon aan de kant gooien en naar hem toe gaan. En als ik een wat moeilijker projectje heb, is het gewoon wat moeilijker. En kan ik hem niet altijd aan de kant gooien. En dat schiet gewoon niet op. Tenminste, dat vind ik. Ik vind dat gewoon niet zo fijn. Het geeft best wel veel onrust. Dus daarom zien jullie hier wat meer simpelere projectjes. Maar dat is niet minder leuk. En zeker niet minder mooi. Het is natuurlijk super. Ik ben er heel blij mee. Nou, dit waren een beetje mijn projectjes die ik momenteel op de naalden heb. Waar ik dus actief mee aan het werk ben. Ik ben wel van plan om mijn Granny Stripe blanket deze week weer op te pakken. En dat ik daar weer net even wat meer aan ga haken. Dat is de deken die ik voor mijn zoontje aan het maken ben. En ik wil wat meer aan mijn borduurwerk gaan doen. Dus En verder gewoon lekker genieten en doen wat ik leuk vind. En dat is tenslotte het handwerken voor natuurlijk. Ik wil jullie nog wat leuke boeken laten zien die ik kort geleden heb gekocht. En het eerste boek is deze. Haken in alle kleuren. En die is van Jorina Joosen. Het is een heel mooi haakboek. Echt heel mooi. Hele mooie plaatjes staan erin. Mooie foto's staan erin. Ze hebben prachtige projecten. Ik zal jullie even laten zien wat ik nog graag zou willen maken. Wat trouwens ook zo handig is. Zij heeft al haar projecten in één foto. Kijk, zo kan je al haar projecten zien die je dus die in het boek staan. Ah, super. Ik vind deze deken heel mooi. En deze ook. Prachtig. Die pannenlap. Zal ik eens in het groot laten zien. Deze. Super mooi. Dit is ook echt helemaal geweldig. Hele mooie slinger. Die je gewoon lekker simpel kan maken. Maar die kan je in de tuin hangen. Onder je overkapping. Of gewoon aan je kast. Je kan eigenlijk van alles. Kan je daarmee versieren. Is echt super leuk. Ik ga even mijn andere boek pakken. Zo, daar ben ik weer. Ik moest dit boek nog even pakken.
Dit is echt een heel mooi sokkenbreiboek. Echt heel mooi. Er zijn mooie patronen in. Kijken of ik wat kan laten zien. Ja, prachtige foto's ook. Deze bijvoorbeeld. Super mooi. En deze. Oh, is toch geweldig. Het gaat gewoon echt allemaal over, over alle. Ja, gewoon over alle sokken, zeg maar. Over, er staan tips in van bepaalde patronen, bepaalde hielen. Je hebt natuurlijk allemaal verschillende soorten borden. Nou, qua lengte natuurlijk, maar dat kan je natuurlijk allemaal zelf bepalen. Maar zoals ik hem nu had, 3 recht en 1 averecht, heb je natuurlijk 2-2 of 1-1. 1-2. Het is gewoon net hoe dat je dat natuurlijk fijn vindt. De lengtes staan erin. Hoe je bijvoorbeeld je voet kan meten. Al je materialen. Kijk nou, mooi hè. Deze lengte van de sokken, daar hou ik nou van. Ik wil ooit nog wel een keer een hele lange sok breien. Maar ik vind ik toch echt wel de fijnste maat. En gewoon de vanilla socks, dat vind ik gewoon ook gewoon heel mooi. En ik vind dat ook gewoon heel mooi, omdat als je een wat drukke garen hebt, dan komen die kleuren wat beter uit. En als je een heel druk patroontje hebt, vind ik dat niet altijd heel mooi. Even kijken wat nog meer. Het gaat over naalden, types, wat extra dingetjes. Over proeflapjes, swatching, over de cuff down socks, dus van boord naar teen, de toe up socks, dus van teen naar boord. Ja, het staan gewoon allemaal hele mooie en praktische tips in, ook gewoon qua hiel. Andere hielen staan erin die ik dan kan gaan proberen. En gewoon zulke mooie foto's. Het is echt helemaal geweldig. Het is gewoon een mooi boek om veel van te leren. Hier zie je bijvoorbeeld de verschillende borden. En hier hebben ze het over allemaal verschillende hielen. En ik brei meestal de German Short Row Heel, omdat ik die gewoon heel mooi vind zitten en die is ook heel snel klaar. En dat klinkt dan weer misschien een beetje lui, maar ik vind sokken breien echt helemaal top. Ik vind het echt super leuk. Alleen de heel vind ik niet zo heel leuk. Dus de German Short Row Heel is gewoon heel snel klaar. Het is gewoon... ik vind hem gewoon echt tof. En hij breidt natuurlijk ook heel mooi. Kijk, en allemaal verschillende tenen. Je hebt natuurlijk de wat pinpuntigere teen. En je hebt de ronde. Dit is gewoon echt een boek waar je gewoon echt heel veel uit kan halen. Mooie patronen staan er dan ook in. En bij deze, dit bedoel ik bijvoorbeeld met een heel druk wolletje. En dan zo'n drukke sok. Dan vind ik hem dan net iets te druk. En dan vind ik dan net weer niet mooi genoeg. Nou, dat is smaak natuurlijk.
En er staat bijvoorbeeld ook in hoe je sokken in een magic loop breien en twee tegelijk, dus twee sokken op een naald. Op flexibele korte naaltjes, of gewoon een kort naaltje zoals die ik vaak gebruik. Ja, het staan gewoon allemaal hele mooie dingen, hele mooie technieken in. Ook hoe je hem moet opzetten. Dus ik denk dat dit echt een heel mooi boek is voor mensen die dus al wat langer bezig zijn en die wat andere dingen willen uitproberen. Maar ook echt als je gewoon beginnend bent en ja, je het gewoon heel graag wil en je wil het leren, dan is dit ook gewoon echt een heel top boek. Het is wel Engels, maar niet moeilijk. En mijn laatste boek die ik jullie nog even wil laten zien, dat is deze. Ik denk dat jullie hem op Insta al heel veel voorbij hebben zien komen en op YouTube denk ik ook. Dit is natuurlijk het boek van Steven West, Painting Shawls. En er zitten 13 gebreide patronen in. Ja, het is echt, ik zal mijn favorieten even laten zien. Even kijken. Oh, die foto's ook. Het is echt zo mooi. Waar is die? Waar is die? Waar is die? Ja, ik heb hem. De Painting Stripes. Kijk, hoe gaaf. Echt, echt heel mooi. Ik vind dit echt gewoon zo'n mooie sjaal. Maar ook gewoon om restjes op te maken. Ik wilde hem dan, zoals jullie hier dan zien, het blauwe. Wilde ik dan in een bijvoorbeeld in een lichtgrijze tint doen. En dan ja, al die andere gewone strepen wilde ik allemaal in verschillende soorten. Roze, paars. Misschien een beetje zalm. Gewoon een mooie kleurtje. Wat mooi bij elkaar past. Mintgroen. Ja, echt helemaal geweldig. En er staan nog heel veel mooie sjaals. Ik zou zien een beetje van de achterkant. Echt, het is toch geweldig? Zo mooi. Ja, top. Maar ik heb nu nog zoveel projecten op de naalden dat ik eerst zoiets heb van ik ga wat dingen afronden voordat ik weer het nieuws ga beginnen. Maar dit is ook echt een mooi boek om gewoon eens even lekker te kijken. Kijk, een gaaf foto. Heel mooi. Kijk naar al die kleuren wol. Daar word je toch helemaal hebberig van, hè? Kijk. Zo mooi. Ja, ik ben helemaal fan van het boek. Ik vind het heel mooi. Dus deze boeken zijn echt een aanrader. En ja. Je weet, hou jij er ook net zoveel plezier uit als ik. Al is het alleen maar om een... om ze lekker buiten te zitten, een kopje thee of koffie erbij, lekker in het boek te bladeren en lekker genieten. Heerlijk. Ik heb ook wel eens zoiets van, ik hoef niet altijd gelijk van alles eruit te gaan haken of breien. Maar gewoon al naar de plaatjes kijken. Gewoon, ja, lezen. Kan ook. Je kan er ook veel uit leren. Dus dat is ja, superleuk. En ik heb nu nog een aantal strengen die ik jullie even wil laten zien. Zoals jullie waarschijnlijk weten heb ik een Etsy shop. En ik verkoop daar mijn handgeverfde wol. Garens, waar ik echt heel blij mee ben. En het is, ik heb veel DK sokken. Soksets en losse 100 gram strengen en mini setjes. Zodat je een leuke... ja, een restjesproject ook daarmee kan maken. Maar ik heb ook fingering weight. En die had ik nog niet goed laten zien. Dus ik dacht, nou, ik heb vandaag niet zo heel veel om wat voortgang en zo om te laten zien. Dus ik had zoiets van, dan ga ik die er even, ja, even laten zien aan jullie.
Want ze zijn echt te mooi om niet goed te laten zien. Even een slokje thee. Nou, dit zijn ze. Deze wil ik allemaal even laten zien. En wat jullie vooral bij mij zien is natuurlijk ja, wel veel roze. Maar ik heb ook mintkleuren, paarse kleuren, een beetje het bruine. Ik heb ook wel meer dan alleen maar roze. Alleen wat ik nu kan laten zien, dat is wel een beetje alleen maar roze, behalve deze dan. Dit is met ook roze, maar dan ook met blauw. En een glittertje, zoals jullie kunnen zien. Een hele mooie wol. Heel gaaf. Dus overal komt vaak wel wat roze in terug. Maar het zijn niet alleen maar effe roze strengen. Ik ga nu wel even alle roze laten zien. Dit is wel een solid. Dus hij is niet helemaal één kleur. Maar er zit iets kleurschakering in. Dit is ook een glitter. En er zit gewoon iets verschil in. En ik heb hier twee wolletjes. Komen uit hetzelfde verfbad. Alleen dit is 75% merino en 25% nylon. En dit is 75% merino en 20% nylon en 5% zilver stellina. En dan zie je dat hij al iets anders uitpakt. Maar de basis is roze. En er zitten allemaal mooie roze spekkels doorheen. En dit is dan de effe. Tenminste de effe, ik bedoel de zonneglitter. En een vriendin van mij, die van de Woolly Knitter, Cindy, die heeft deze gebruikt voor ja, hele mooie korte sokjes die zij ging testbreien. En dit was de hoofdkleur en van iemand anders had ze dan nog voor de contrastkleur zeg maar bij had ze gebruikt voor die sokken. Moet je maar eens een keertje kijken op haar Insta. Want ze zijn echt, echt heel mooi. En dan ben ik extra trots dat het gewoon ook een wolletje is die ik heb geverfd. Dat vind ik echt helemaal geweldig. En dat is deze. En deze heet Lief Meisje. Dan heb ik nog twee andere. Dit is echt met oud roze. En ook met glitter. En dit zijn. Dit is een wolletje met. Echt diep rode spekkels. Het is een basis van. Heel licht oud roze. En er zitten paarse, echt hele diep paarse spekkels in. En hele diep roze. Maar die diepe roze, dat lijkt een beetje roodbruin. Hij is echt heel mooi. Super mooi. Dus, nou dit waren ze die ik jullie wilde laten zien. En dat was ook het laatste wat ik jullie heb te laten zien. Ik wil jullie ontzettend bedanken. En ook trouwens bedanken voor alle mensen die mee hebben gedaan met de winactie op Insta. En ja, ik hoop het binnenkort weer een keer te kunnen doen. Bij zoveel volgers op YouTube. Of wat extra ja, volgers op Insta. Dus super leuk vind ik het om andere mensen blij te maken. En ja, volg me vooral. Abonneer alsjeblieft. Heb je vragen, wil je dingen weten? Plaats hieronder dan eventjes je vraag. Dan kan iedereen dat ook lezen en daar ook op reageren. En ik natuurlijk ook.
En duimpje omhoog. En ik hoop jullie weer snel te zien. Doei, heel veel haak- en breiplezier.